Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Hardcore Survival aflevering. Ik ben Melvin en we zijn ook daadwerkelijk weer terug in mijn wereldje, waar jullie op de achtergrond een heel raar bouwwerk zien staan dat ik de vorige aflevering had gemaakt en eigenlijk nog niet af had gemaakt omdat ik hem te lelijk vond. Ik ben er niet helemaal tevreden over. En voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben gezien, ik denk dat geen een van jullie kan raden wat dit gaat worden. Heb je de vorige aflevering wel gezien? Dit moet deze grote molen gaan worden. Ten eerste, wat is er mis met deze molen? Nou, hij lijkt niet op een molen. Hij is niet groot. En bij de vorm staat hij, maar hij staat er niet letterlijk tegenaan. Dus het klopt helemaal niet. En ik ga denk ik hier even allemaal dingetjes bij aanpassen. Want het is gewoon echt één groot lelijk misbaksel. Ik ben er niet tevreden over en ik ga hem dus even mooi aanpassen. En het allereerste wat ik ga doen is deze pilaar in het midden helemaal de weg halen. Waarom? Dat zien jullie zo meteen wel. Want ik ga nu dus die trap eentje naar achteren plaatsen. Zodat het dan wat makkelijker is om daar te gaan bouwen. Ik heb al iets in mijn hoofd. Ik heb iets wat ik nu wil gaan proberen. En dat ga ik dus ook doen. We pakken sowieso even wat cobblestone erbij om verder te bouwen. Dat doen we hier dus zo. Wacht even zo. En pakken we hier de ladders. En dan gaan we dus even deze molen toch nog proberen mooi te maken. Want hij is echt tot nu toe echt kwala lelijk. Hij is echt niet mooi. Ik ben er echt niet tevreden over. Ik kan sowieso niet mooi bouwen in Minecraft. Maar dit is gewoon echt wel het dieptepunt van wat ik ooit heb gebouwd. Nou, misschien zijn er een paar slechtere dingen. Maar dit is echt wel lelijk. Ja, het is gewoon moeilijk uit te leggen. Het is echt gewoon dat ik denk van wat heb ik gebouwd? Ik startte dit net op. Ik ging opnemen en ik dacht, heb ik dit serieus de vorige aflevering gebouwd? Dacht ik dat dit mooi zou worden? Nou, dus niet. Het is echt fucking lelijk. Maar in ieder geval. Ik ga dus hier nu dat hout gewoon zo plaatsen. Kijk. En dan ga ik gewoon als het ware van 4 of 5 bij 5 ga ik naar 3 bij 3. En dat leek me nog wel een leuk iets. Dus dat ga ik nu proberen. En ondertussen hebben jullie een heleboel reacties achtergelaten. Hele lieve reacties ook. Wat ik altijd super awesome vind om te lezen. Dus bedankt ervoor. Het motiveert me altijd heel erg. Zulke lieve reacties. Maar ook allemaal vragen weer achtergelaten. Die ik dus allemaal weer stuk voor stuk en rustig kan gaan behandelen. Waar ik dus ook weer een heleboel zin in heb, want ik vind het altijd super leuk om jullie vragen altijd even te kunnen beantwoorden in deze serie. Dus dat ga ik ook daadwerkelijk zo weer doen. En nou ja, zo laat ik maar gelijk beginnen met de allereerste vraag, weet je. We gaan gewoon hupsakee, bam, de bam, bam, gelijk de allereerste vraag noemen. En dat is in het kader van de 24 uur livestream die afgelopen weekend was. En die vraag is van Melvin, ga jij zelf ook een keer livestreamen of een 24 uur livestream doen? En zo ja, mogen er dan ook kijkers komen? Nou ja, dat tweede is wel een vraag die interpreteer ik zo van, mogen er kijkers komen? Nou, als je gaat streamen, dan zijn er sowieso kijkers bij aanwezig. Dus ja, dat is een beetje een rare vraag als zeg je tegen mij. Maar voor de rest, nee, ik wil wel echt wel weer een keer gaan streamen. Ja, al helemaal nu na die 24 uur livestream. Want ik heb er serieus echt van genoten. Ik stream eigenlijk nooit omdat ik er echt niet echt een heleboel tijd voor op. Dat kwam er echt zo heerlijk uit. Echt heerlijk soepel, Melvin. Echt heerlijk. Nee, ik stream eigenlijk niet omdat ik er en niet heel veel tijd voor heb. En ik vind een video maken, editen en bewerken en opnemen leuker dan te livestreamen. Dus dat is de reden waarom ik eigenlijk nooit livestream. Ik heb het in mijn begin 3 keer gedaan volgens mij. 1 keer op YouTube en 2 keer heb ik gewoon gelivestreamd. Tot Twitch of 3 keer, ik weet niet, zoiets. Het is in ieder geval niet heel veel, maar het was toen de tijd op een server die ik had. Die was er voor mij gemaakt door een kijker en dat was dus super gezellig. Ik had toen 70 kijkers, ik was daar helemaal tevreden over. Ik vond dat super awesome, dat kan ik nog herinneren. En dat was echt gewoon een leuke livestream, maar ik heb het daarna eigenlijk nooit meer echt gedaan. Ja, nog 2 keer en dat was het ook eigenlijk. En waarom? Ik weet het niet precies. Ik zei zo net al van dat ik het leuker vind om een video te editen en op te nemen dan te livestreamen. En ik denk ook dat ik gewoon niet heel veel tijd heb. Want als je gaat streamen, dan ben je wel even gauw 2 uurtjes bezig, weet je. En die 2 uren moet je dan wel even vrij hebben. En met scholen bij en zo en met werk is dat niet altijd even mogelijk of even goed mogelijk. En ik denk dat dat dus ook een reden is waarom ik niet echt heel vaak stream. Maar ik heb er wel over nagedacht om binnenkort in de herfstvakantie te gaan streamen. En dan misschien gewoon iedere avond of zo. We kunnen wel even zien hoe dat gaat komen. Misschien ga ik in de herfstvakantie ook op vakantie. Dus ik weet niet hoe het precies allemaal gaat gebeuren. Maar dat zien we dan alweer. In ieder geval, jullie kunnen binnenkort. Of ja, binnenkort wil ik het niet noemen. Jullie krijgen in 2014 sowieso van mij nog een keer een stream te zien. Zo, heb ik dat ook maar weer gezegd tegen jullie. Weten jullie waar jullie ook aan toe zijn. En wat jullie van mij kunnen verwachten. En ik ga trouwens eerst even slapen voordat we last krijgen van creepers. En dan is dit een antwoord op die vraag. En oh ja, voordat ik verder ga naar de volgende vraag. Of naar het volgende verhaaltje.
Ja, er was ook nog een vraag bij van Melvin. Ga je een keer een 24 uur livestream doen? En een 24 uur livestream alleen is echt serieus zeer, maar dan ook zeer vermoeiend. Ik heb er wel over nagedacht, serieus, echt waar. Voordat ik de vragen had gelezen, de reacties had gelezen, had ik er al over nagedacht van, het lijkt me nu ook wel leuk om zelf een keer een 24 uur livestream te gaan doen. Nadat wij die 24 uur livestream hadden van Dagelijkse D. En misschien wil ik dat ooit ook nog wel een keer echt gaan doen. Dat ik echt gewoon een keer de knoop doorhak en zo gewoon zelf zo'n livestream gaan doen. Maar het is wel iets waar je echt een heleboel voorbereiding bij nodig hebt. En dan moet je echt een goed weekend uitpikken en je moet gewoon... echt, ja, het moet gewoon allemaal perfect bij elkaar passen, weet je. En ik denk dat daar ook alweer een punt zit wat mij niet gaat lukken. Dat alles goed moet gaan komen. Dus ja, het zijn echt van die lastige dingen, weet je. Echt hele lastige kwesties waar ik niet te lang over na wil denken. Maar in ieder geval, dat was een antwoord op die vraag. Sowieso livestream binnenkort, of binnenkort niet, Melvin. Dit jaar, ja, dat zei ik net ook al. En dan hoop ik dat jullie daarop zitten te wachten. Het lijkt mij in ieder geval wel weer een keer heel erg leuk om te gaan streamen. Dus zo, weten jullie dat ook weer van mij? Hartstikke mooi, jongens. Althans, ik hoop dat jullie dat mooi vinden. Ik vind het in ieder geval wel helemaal mooi. Ja, ik vind het echt heel mooi, jongens. Ik hou ervan. Nou ja. Ik zit er nu ondertussen even een soort van gewicht te maken. Want voor mij heeft de molen dat ook altijd. Zo'n, hoe noem je dat? Zo'n gewicht. Ik kom even nu op het woord. Een tegengewicht of zo. Het is iets met natuurkunde te maken. Maar ik kom even nu op het juiste woord. Oh, kut. Tieten, ja. Ik moet natuurlijk wel eten. Holy shit, man. Ik laat me gewoon heel wat van die molen afvallen. Van, hé, ik kan wel, jongen. Twee vingers in een neus, moletje bouwen. Maar is toch gevaarlijker dan je denkt, jongens, een molen. En trouwens, als ik die wieken heel goed wil gaan maken, ga ik eerst wol nodig hebben. En heb ik wol? Volgens mij niet. Nee. Nou, laten we maar even kijken hoe de molen er nu uitziet. Even een beetje vanaf een afstandje even kijken. En de godverdomme, de zon die zit het helemaal te verblinden. Begint nu wel een beetje op een molen te lijken. Nu moet er alleen nog wieken opkomen. En dan denk ik toch wel dat de molen reden. Mooi is. We hebben 3 woel. Dat is bij lange na niet genoeg. Dat betekent dat wij even een keer voor woel moeten gaan zoeken. Maar dat doen we wel even een andere keer. Volgende aflevering of die aflevering daarna of zo. Dat gaat helemaal goed komen. In ieder geval, ondertussen kan ik dan wel even een andere challenge gaan uitvoeren. En dat is maken een netherwart farm. En volgens mij heb je daarvoor redstone. Nee, niet redstone. Nether ding nodig. Soul sand. Dat was het. Ik kwam niet op het woord. Maar nu weet ik wel wat ik nodig heb. Hebben wij überhaupt ergens Soul Sand liggen? Zo te zien niet. Oftewel, dat betekent dat wij even een kort tripje naar de Nether moeten maken om even wat Soul Sand te gaan vergaren. Zodat wij ons zometeen kunnen vermaken met een prachtige farm voor Netherwart. Waarmee wij dan straks prachtige potions kunnen maken. En trouwens, nu ik het over potions heb en over het maken van potions, ik heb een nieuwe app gedownload voor mijn Minecraft recepten. En dat wil ik jullie ook even melden. Want ik had 2 afleveringen geleden, was volgens mij, of 3, had ik jullie helemaal verteld van, kijk, deze app heb ik, is super leuk en zo, super handig. Maar er schijnt nog een handigere app te zijn. En die heb ik nu gedownload op aanzoek van iemand. Die zei van, Melvin, dit is wel een redelijk goede app, maar je moet een andere hebben. Dus dat is de Crafting Guide app volgens mij. Zo heet hij ongeveer. En hij is niet heel vaak gedownload. 5000 keer of zo, of 10.000 keer. Maar hij ziet er wel zoveel beter uit dan die andere meuk. En ik denk ook serieus dat deze een stuk beter gaat zijn. En kijk, hier hebben we al een mooie Soul Sand. Dus we gaan hier even wat van meenemen. Maar ondertussen kan ik jullie zo even proberen die app te laten zien. Want hij ziet er echt sowieso veel beter uit dan die andere meuk. En hij werkt ook veel beter, dat moet ik toegeven. Dus als jij een app wil op je mobiel waarin jij gewoon even recepten kan opzoeken, dan moet je deze app gaan downloaden. De Crafting Guide app is niet heel bekend. Maar had wel gewoon 4,8 rating in de Google Play Store. En dat is redelijk hoog voor een app. En hij verdient het ook, want het is gewoon, ik heb 5 minuten even lopen kutten. Maar hij verdient het echt, hoor. Het is echt een hele, hele, hele handige app. Maar ondertussen heb ik alweer heel wat Soul Sand gekregen. Eens kijken, 26 Soul Sand is wel een leuk getal. Of laten we voor de 32 gaan, dan hebben we de helft van de stack. En dat vind ik wel gewoon, ja, leuk. Hoeveel hebben we er nu? 30, nog 2 erbij. En hupsakee, dan hebben we nu 2 tot de macht 5. Hebben wij, hoe noem je dat? Soul Sand. Leuk, hè? Ik maakte even een wiskundig grapje. 2 tot de macht 5 is namelijk 32. En zoveel Soul Sand heb ik nu. Leuk, hè? Ja, dat dacht ik. En trouwens, nu ik cobblestone heb, ga ik hier even een muur bouwen. Want anders is die hier niet veilig. Oké, snel een muur. Want anders gaat misschien straks die portal uit door die gas. En dat willen we niet. Dus kijk eens aan. Hupsakee, hebben wij Soul Sand vergaard uit de Nether. En gaan wij daar nu mee een prachtige, oh ja, dit is ook zo, Ikami Soda
alle Jezus, dood en erger, hè? Hoe gaan we dit nu doen? Waar was ik hier toen omhoog geweest? Godsamme, ik wil dus daarom niet... Om alleen om deze redenen in de nether, weet je. Dit is gewoon zo zware poepscheid. Echt waar, ik word hier helemaal gek van. Trouwens, ik wil nu iets gaan proberen. En dat is teruggaan naar de nether. En dan weer in de poort gaan. Want het schijnt zo, volgens een van jullie, die had een reactie achtergelaten van... Als je nu weer naar de nether gaat, Melvin. En je gaat weer door die portal. Dat je dan weer terugkomt op de plaats waar je hoort te zijn. Ik denk niet dat het gaat werken. Nee, dat werkt helaas niet. Jammer, want dat zei iemand volgens mij. Kan ik me lichtelijk herinneren. Maar het werkt helaas niet. Nou ja, dan moeten we alweer op zoek gaan naar de uitgang. En ik kan me niet helemaal herinneren waar die uitgang was. Hier misschien ergens. Wat is dit in hemelsnaam? Melvin, jij moet niet in de cave gaan lopen en op zoek gaan naar iets. Nee, jij moet gewoon, ja, je moet wel op zoek gaan naar de uitgang. Maar niet gaan cave exploren, want daar hebben we nu geen tijd voor. Nee. Hier hebben we nu dat ene naar beneden vallen. Als we daar naar beneden vallen, zijn we trouwens dood. Dus dat willen we ook niet. Nou, gaan we nu heen dan. Dit wordt weer zo'n leuke aflevering. Wil je bezig met een challenge? Kan het niet, omdat de fucking de kut nether portal is geglitcht. Zware, anusneukerige kutzooi, echt waar. Nou ja, kutzombies moet ook even dood. Fuck off. Ja, dankjewel. Nou, laten we nu maar weer verder lopen. Wat hebben we hier? Dat is iron, dat dacht ik al. Waar moeten wij langs? Ik zit nu even te denken waar ik ook vandaan kom. Ik kom hier beneden vandaan. Ik weet... Oh, Tieten! Holy damn! Als ik niet op tijd omdraaide, hè, was ik nu al zo hard in mijn rug geneukt door die kutkriepen. Nou, daar had ik echt zat ik niet op te wachten. Nee. What the fuck, man. Maar even serieus, laten we hier dan anders omhoog gaan proberen te gaan. Omhoog proberen te gaan. Ja, natuurlijk Melvin, weer perfect Nederlands. Nee, zonder grappen en grollen, laat ik naar de volgende vraag gaan behandelen. En de volgende vraag is, wat was de vraag ook alweer? Even kijken. Ga jij en Arjan, of Arjan en jij, want Arjan is de persoon die niet aanwezig is en dan noem je die altijd als eerste. Dus gaan Arjan en jij ooit nog een keer horror opnemen? En hierop heb ik een antwoord en dat antwoord is, ja, wij zijn van plan om binnenkort weer een horror iets te gaan opnemen. We weten nog niet welk spel, maar Arjan is op dit moment op vakantie, dus het gaat nog even duren voordat jullie dat op dagelijkse day gaan zien, maar we zijn het serieus van plan. Arjan die kwam er mee tijdens de 24 uur livestream en toevallig was het ook een vraag. Ik dacht dat ik een tweede creeper hoorde. Oh mijn god, dat schrok ik even hoor, Nee, maar toevallig vroeg Arjan het ook aan mij onder de 24 uur livestream van, kunnen we wel weer een keer zo'n horror gaan opnemen? Ik dacht van, ja, dat is wel leuk, gaan we doen, dus dat gaan we binnenkort weer een keer doen. En, oh mijn fucking tieten, holy shit, dit is wel zoveel geluk. Dit is wel zoveel geluk, jongens, dat wij hier nu een spawner mogen vinden. Holy damn, oké, okay, snel gaat dood, kutskeleton. En snel, ontmantel hem, mooi zo. Als hier nu een name tag in zit, hè. Als hier nu twee name tag in zitten. Holy damn. Ah, er zit geen name tag in. Nee, grapje, ik ga niet huilen. Maar ik had wel stiekem groot op een name tag. Nou ja, we hebben wel 4 iron, een bugger erbij. Dat is altijd wel even leuk meegenomen. Wat kunnen we trouwens achterlaten? Nou, die kunnen we al achterlaten. Gunpowder is ook... redelijk handig. En trouwens, nu ik het over dit gunpowder heb, er was ook een reactie over. En trouwens, 3 dezelfde music discs, serieus, are you for real, in dezelfde chest. Fucking Minecraft random gegenereerde shit in mijn nizzle. Nou ja, we zijn in ieder geval weer buiten. Moeten jullie eens kijken hoe mooi. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Dat is van mijn laatste serie die helaas is geëindigd. Nu moeten wij maar weer terug gaan naar ons huis. Even de coördinaten erbij pakken. En dan moeten wij die kant op. Oké, daar moeten we heen. En dan ga ik nu... Ik zou net wat zeggen. En dat was over die... Ik weet niet meer. Ik zou iets zeggen. En dan weet ik het niet meer. Wauw, dit is weer heerlijk. Dit zijn van die zulke leuke momenten, hè. Dat is zo kut als YouTube. En dan word je afgeleid door iets. Terwijl je iets aan het zeggen bent. En dan weet je niet meer wat je wou zeggen. Ik weet het serieus niet meer. Ik kom er echt even niet meer op. Nou ja, sorry daarvoor. Soms heb je dat even. En dat is gewoon fucking kut. Nou ja, in ieder geval laten wij hier maar omhoog klimmen. Want volgens mij was dit ook de plaats waar die toen die andere keer omhoog gingen. Hier ergens of zo, I don't know. We hebben genoeg dirt om even omhoog te kunnen klimmen. Dus dat doen we ook. Kijk eens aan. Hupsakee. Hier even parcouren op een boom. Ja hoor, doe ik even. Professionele Minecraft parcourser hier. Ja hoor, moet je eens kijken. Oh ja. Oh ja. En dan moet hier zometeen ergens ons huisje zijn. Als het goed is, toch? Jawel, hier moet hij ergens zijn. Ik weet het zeker. Nou ja, kijk, hier is de muur al volgens mij. Ergens. Niet? Nee? Oh.
Oké, okay. Oh ja. Nee, kijk, daar is het huisje. Ik dacht al, hé, ik schrok al even van, waar is huisje nou? Maar huisje is hier, mooi zo. Nou, zijn we weer uit de cave. Wij hebben een soul sand, wij kunnen bezig met de farm. Maar die gaan wij de volgende aflevering denk ik maar even maken. Want deze aflevering is al bijna weer helemaal afgelopen. Ik bedoel, op tijd. Maar, ja, marre meer. Nee, het Marrenijs. Ja, dat is hier een krantje, een plaatselijk krantje van onze gemeente. Ik woon namelijk in de Friese Meren, zo heet die gemeente hier. En daar zijn allemaal Friese Meren die hier bij elkaar zitten en zo. En dan hebben ze de Friese Meren gekozen als naam. Origineel, ja, dat dacht ik. Maar, dat is het Marrenijs. Maar ik weet niet waarom ik dat vertel. Dat heeft iets met Maar te maken. Leuk, hè? Ja, dat dacht ik. Zo, zijn jullie ook weer wat kennisrijker geworden? Jongens. Ik weet niet wat jullie aan die kennis hebben, maar bedankt me later. Maar weet je, dit kan je nu aan je ouders vertellen onder het eten. Mam, pap, hebben wij ook het Marrenijs? En dan is van... Huh, wat zeg je nou? En dan hoe jij heet. En dan het Marrenijs. En dan denk je ouders van, what the fuck, waar heeft mijn kind het over? Nee, dat is een plaatselijk krantje in de gemeente Friese Meren. Moet je maar zeggen tegen je ouders, jongen. Dan heb je iets interessants te melden aan tafel als jullie gaan eten. En hierbij beëindig ik deze aflevering. Ja, hè, leuk. Misschien niet. Nou ja, ik vond hem wel leuk. In ieder geval. Druk even een blauwe duimpje omhoog als je genoten hebt van deze aflevering. Laat misschien een leuke reactie achter in de comment section. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Oh, druk dan eens snel knop abonneren dat hier beneden staat. Dan ben jij altijd op de hoogte van alle video's. En voor dan heb ik een dikke nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En het is Doei Mensen!